Remvloeistof. Ontzettend belangrijk dat het vers is en goed is. Heb je dit altijd nodig om dat te vervangen? Nee hoor, ik laat je zien hoe je het kunt doen. Welkom bij het hok. Je hebt daar niet zo gek veel van nodig. Een potje om je oude remvloeistoffen op te vangen. Zorg ervoor dat je die natuurlijk netjes wegbrengt bij de milieustraat. Een sleuteltje om je ontluchtingsnippel los te maken. In mijn geval een paar latex handschoentjes. Remvloeistof, dat is gewoon troep. Dus pak ook even een doekje erbij dat je, ja, als je een beetje morst, dat je het weg kunt vegen. Een slangetje die op je ontluchtingsnippel past. En gewoon een stukje brandstofslang. En natuurlijk de juiste remvloeistof. Gebruik altijd een afgesloten potje. Dat is een nieuw potje. Dat spul dat is gek op water. Hygroscopisch of zoiets. Ja, komt er één keer vocht bij, dan werkt hij gewoon minder goed. Vandaar dat je het ook regelmatig moet vervangen. Let wel op de methode die ik nu gebruik. Zorg ervoor dat je ongeveer 3 keer de hoeveelheid remvloeistof nodig hebt. Maar ja, goed, weet je, er zit zat in zo'n potje. Dus dat gaat wel lukken. Even een klein stukje theorie. Het werkt hetzelfde als het ontluchten van je remmen. Dus als je dat wel eens gedaan hebt, nou ja, dan is dit eigenlijk gesneden koek. Met ontluchten van je remmen. Druk je je remhevel in, die hou je vast. Je doet je ontluchtingsnippel open. Daar komt de remvloeistof met belletjes uit. Op het moment dat dat stopt, draai je hem weer dicht. Je laat je remhevel los, gaat weer pompen. En je doet je ontluchtingsnippel open. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het enige verschil met ontluchten van je remmen en het verversen van je remvloeistof hier is dat je ongeveer 2 tot 3 keer je rempotje vult. Die vloeistof gaat eruit en je wilt er nieuwe in hebben. Nou, als je hem 2 of 3 keer hebt gevuld, zeker weten, er zit geen oude remvloeistof meer in je systeem. En dan schakelt je vers. Eerst daar het slangetje op. Ik doe er even een trekbandje omheen, weet ik zeker dat hij niet gaat lekken. En zoals je ziet, ik had die remklauw mooi gespoten. Nou ja, remvloeistof, dat is ongeveer de beste verfafbijt die er is. Dus die moet ik ooit nog een keertje mooi maken weer. Controleer ook altijd even of je diafragma goed is, je rubber. Als er scheurtjes in zitten, dat is ook niet handig. Even aan de kant. Oh, en die dopjes, hè, altijd op je ontluchtingsnippel doen, dan blijft die mooi schoon. Hier, oh, dat is de verkeerde kant. Dot 4 moet erin. Die zit hier verzegeld. Nou, ik heb hem al even open gehad. Maar hier is hij ook dicht. Dus ik weet zeker dat het nieuw is. Het is nu tijd voor de eerste lading remvloeistof. Tussendoor het dopje erop. Kijk of ik daar een mooier plaatje van kan maken.
Dat is kraakheldere, verse remvloeistof. Dus die gaan we nou even bijvullen. Tot hij op het goede niveau zit. Topje erop. En is het klaar. Remvloeistof is vervangen, kan weer lekker remmen, hartstikke mooi. Ik hoop dat je hier wat aan had, dat je ziet dat het niet zo moeilijk is als dat het lijkt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer bij Ad Hoc. Hoi!